En dan gaan we nou met de voetjes van de vloer. Doe die ding zwaar. DJ LF. Everybody shake your body. Bam, bam, come on, bam. Everybody shake your body. Everybody in the club. Everybody shake your body. Bam, bam, come on, bam. Everybody shake your body. Everybody in the club. Jullie hebben je eigen opgegeven voor Doe Je Ding met street dance. Ja, wie zijn jullie? Tasha. Street dance, wat is dat? Ja, je danst gewoon, je doet gewoon je ding waarvoor je traint. Ja, we mogen naar de WK in Moskou. Daar zijn we wel heel blij mee. En ja, daar zijn we wel hard voor aan het trainen, want we hebben natuurlijk een heel goede dans. En hoe vaak trainen jullie dan? We trainen 4 uur in de week 2 keer. 4 uur in de week 2 keer. Heb je dan wel tijd voor school? Of maar kan je dan ook leuke dingen doen en zo? Naar school, zwemmen, weet ik veel wat je allemaal doet. Ja hoor. Dat kan er van me wel. Ja. Dus het is niet zo dat je heel je privéleven moet opgeven voor dit. Ik heb ook gehoord dat jullie afgelopen week, gisteren dacht ik, aan een wedstrijd hebben meegedaan. Hoe is dat gegaan? Ja, ging eigenlijk al heel goed, want we hadden niet zo heel goed gedanst, maar we hadden wel gewonnen van Jong en Extreem. We waren eerste en Jong en Extreem is ook Europees kampioen en zo geworden. Dat zijn de bekers van die jullie gisteren hebben gewonnen of? Nee, deze is van gisteren. Deze, die is van gisteren. Ja. En die is van? Dit is van de MK Hip-Hop. Van de MK. Zijn we 2 mee geworden? Ik sta hier naast Amy. Jij bent de coach en trainster van Touchdown. Waar is dit allemaal begonnen? Dat ze zo gedreven zijn om zo te dansen? Ja, veel audities gehouden en zo. We zijn nou ook al echt lang bij elkaar. Dus ja, het is wel. Ze zijn ook echt heel hecht, dus ook niks wat er verder zeg maar tussen komt. Dus, ja. Hebben jullie verder nog een beetje de toekomstverwachtingen over de dansgroep? Ja. Ja, ik wil natuurlijk wel misschien volgend jaar weer naar de WK. Of als hij er dan is, ik weet niet. Dus jullie willen zeker gewoon aan de top staan. Mm-hmm. Ja. Is er nog iets wat je wil, ja, wat je kwijt wil? Nou, als er mensen zijn die ze willen sponsoren of zo voor Moskou, op de website kun je contact opnemen en dan www.touchdown-av.nl. Jullie hebben ook een bepaald ritueel. En dat is? Dat we gillen van tevoren. Wat gillen jullie dan? Wil je dan een keer voordoen? Ja. Dus jullie doen eerst heel jullie dans in jullie hoofd? Ja, tegen de muur gaan we staan. Ja? Ja, dan nemen we even rust. En dan gaan we even gillen. Maar waar is dat dan goed voor? Dat gillen? Ja. Om gewoon om... Dat je meer kracht en power en dat het gewoon allemaal goed moet gaan. Nou, oké, ik ben benieuwd. 1, 2, 3. Oké, nou, dan, ik wil jullie eigenlijk vandaag even een nieuw ritueel bijleren. Als ik tot 3 tel, dan zeggen jullie met z'n allen wat nou. Dat is mijn ritueel. Okay, ja? Okay. Dus 1, 2, 3. Wat nou? Oké, dan. Deze snelheid houden we nog even vast.